zijn er gewoon. Oh, boek. Prima. En kijk eens een beetje door rust. Ben je? Lus jij dat of lus je dat ding? Dus ik heb wel even opgeschreven wat je wilt. En XS. Ja, dat een zakje is toch wel. Eén pakje en lekker warm van de paard om het voor te maken. En je kan er even ook de eigen. Lekker pakje warm. Maar dat is nu een simolie. Dus ieder vijf. Geen aandacht. En Michel, heb je even tijd om te praten? Ja, even wat rustig. Eigenlijk niet, maar ik ga het wel doen. Ja. En wat Michel, wat, kijk, jij staat al heel lang op de markt in Middelburg met de stroopwafel. Hoe lang precies? Nou, mijn vader staat hier al meer dan 65 jaar op de markt. En ik denk dat ik het. Ik denk 35 jaar doe. Nou, dat is toch al. Het is bijna net zo lang als ik oud ben. Nee, dat is wel een hele poos. Dat is ook niet waar, ja. En maar je komt niet uit Middelburg, hè? Ik kom niet uit Middelburg. We rijden elke donderdag naar Middelburg. En we komen uit Den Haag. Dus wij rijden elke donderdag vanuit Den Haag naar Middelburg. Ja. En is dat dan, sta je op Den Haag ook op de markt? Of, ja. En hoe verhoudt zich dat tot Middelburg? Dat is een heel andere Nou, het is heel anders. Den Haag is natuurlijk een thuiswedstrijd, dus daar kom ik een hoop bekenden tegen. Van school, van vroeger. Dus ja, het werkt gewoon even wat anders. Het is echt een markt. Maar hier een markt waar we graag heen gaan. Hier heb je wat meer Duitse toeristen misschien dan in Den Haag? Of heel veel, ja? Heel veel. En houdt die ook van de stroopwafels? Want, de Duitsers zijn gek op stroopwafels. Ik hoorde laatst van een vriend die is in Costa Rica begonnen en zelfs daar vinden ze lekker, dus het is toch wel een dingetje. Ja, dat klopt. Wereldwijd zijn de stroopwafels erg populair. Ik zie ook niet zo vaak dat er geen mensen aan jullie kraam staat. Dat, gelukkig niet, nee. Dat zie ik gelukkig ook niet. Hey, maar Michel, je zei er net nog iets, want jullie moeten hard werken, maar jullie kunnen ook personeel gebruiken. En als jullie in een stad staan, werken jullie met mensen. Die in de stad wonen, hoe werkt dat? Ja, we gaan altijd naar verschillende plaatsen. Onze basis is in Den Haag. Maar vanuit Den Haag rijden wij naar een heleboel verschillende steden, waaronder Middelburg. En wij zijn altijd op zoek naar mensen uit de stad zelf. Ja. Want wij zijn graag, we willen graag mensen van hier hebben om hier te werken. Maar zoek je mannen, vrouwen, jong, oud, of maakt dat niet uit? Ja, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. We zoeken iemand die een beetje ervaring heeft met verkoop. En ja, die het leuk vindt om met mensen om te gaan. Maar je moet toch ook wel de edele kunst van het bakken van wafels beheersen? Ja, nee. Nee, is dat niet zo moeilijk? Als je hier een week staat, dan kan je dat, ja? Kan je stroopwafels bakken. Behalve de ingrediënten. Dat iedereen stroopwafels bakken. Ja, is dat echt makkelijk? Ja, nou, het is niet echt makkelijk, maar het is goed onder de knie te krijgen. Gele zak. Je ziet het, ik doe het onder het water. Ja, precies. Het gaat gewoon in één beweging door. Het gaat in één beweging door, ja. Hallo mevrouw. We kopen jullie ook nog steeds koel kruimels, want dat was voor Rukkant zo'n... Is dat nog steeds een ding? Koekruim is nog steeds een hype. En wat kost dat tegenwoordig, een zakje koekruim? Nog steeds 50 cent. Ja, dat is fantastisch, toch? Ja, inderdaad. Hey, maar nog even over die vacature. Ja. Nu kan je het even vertellen. Wat moeten mensen doen? Zeg gewoon even bij de kraam melden en zeggen van nou, ik wil wel voor jou werken. Graag op de kraam of op de website kun je jezelf aanmelden. Want hoeveel uur heb je dan in de aanbieding? Dat gaat dan om 8 uur op donderdag? Elke donderdag 8 uur. 8 uur lang, ja. En je betaalt uiteraard uitstekend. Mooie secundaire arbeidsvoorwaarden. Daar komen we allemaal uit. Ja, nou, helemaal goed. Ik ga het doorgeven en dank voor je tijd. Nou, heel erg fijn.